allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik begin deze vlog een beetje later. Sorry, het is dinsdagavond. Ik begin nu pas met vloggen. School is weer begonnen. Het is hectisch, ik moet weer even wennen. Ik ben vandaag lekker een avondje thuis geweest. En dat was heel erg fijn, want ik was de afgelopen 2 dagen gewoon weer veel te laat gaan slapen. En ik moet weer vroeg opstaan, dus dat is gewoon eventjes niet heel handig. Ik heb eerst lekker 2 afleveringen van Game of Thrones gekeken. Daarna heb ik nog een samenvatting gemaakt. Want ik heb alweer bijna tentamens, dus ik moet echt beginnen met leren. En nu ga ik lekker mijn bedje in, want ik ben erg moe en morgen hebben we echt een hele lange drukke dag. Normaal gesproken hadden we op dinsdag liedinterpretatie, maar dat is nu verplaatst naar woensdag. Waardoor we op woensdag dus echt nu een hele drukke dag hebben. Terwijl normaal hadden we daar heel veel tussenuren. Maar ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee, want ja, ik vind het eigenlijk best wel irritant om elke dag zoveel tussenuren te hebben, want ik doe dan gewoon niks. Maar daardoor moet ik nu wel echt even naar bed, want ik ben al super moe. En ik moet echt gaan slapen, anders raak ik oververmoeid, denk ik. Dus ja, dat ga ik nu lekker doen. Ik ga mijn tanden poetsen en lekker mijn bedje in. Ik film mezelf eigenlijk liever niet meer nu, als ik heel eerlijk ben. Het is op dit moment 22:30 en ik ben echt net een half uurtje thuis. Ik ben tot letterlijk 21:45 op school geweest. Van 21:45 tot 21:45. Dat is niet normaal. Ik ben gesloopt. Het was echt zo'n lange dag. En het is echt klaar nu. Ik ga nu lekker mijn bed in. Ik hoop dat er nog iets van deze vlog wordt. Want ik heb niet zoveel gefilmd tot nu toe. Hi. We hebben zo meteen zo'n versje. Wij kunnen dit, hè, Dirk? Ja, we gaan helemaal weer terug gewoon knallen. Ja, absoluut. Dit is gewoon wat wij. Dit is waarvoor we hier zijn. Dit is ook waarom we hier zijn. Voor solfège. Precies. Dat is het liefste zeg maar, wat ik wilde leren. Is. nee, ik vind het op zich wel leuk hoor. Maar het is echt gewoon moeilijk. Moeilijk. Kunnen we niet zo goed. Let's go. Hoi allemaal, het is vandaag donderdag. En ik had vandaag al gevlogd. Maar nu even officieel. Het is donderdag. En we hebben een gezellige avond met mensen uit de klas. Oh, je bent een beetje onscherp, Lucky. Hallo kijkers van Pamela de Vlog. Welkom bij ons huis van Lisanne en mij. Jorik en Sjoerd. Lucas, vertel eens even wat leuks. Nou, we hebben het zo gezellig. We hebben lekker gedronken, lekker pizza gegeten. En nu zijn we spelletjes aan het doen met elkaar. Yay. Jor, wat een leuke haarstijl. Dank je. Zo kom ik de laatste tijd naar school. Nee, dat heb ik vooral niet onder. Dat heb ik laten doen. Niet mijn. Hoi jongens. Nou, ik neem even de vlog van Pamela Kroest over. Pamela en ik zaten dus bij elkaar op school, op de IFCO. Nou, dat was best wel leuk dat Pamela en ik nu bij elkaar in de klas zitten. Op de HBO, hè? Want op de middelbare school haten we elkaar echt. Het waren echt. We vonden elkaar echt stomme kuthoeren. Ja, echt. Zij vonden mij banga en ik vond haar een banga. Dus ja. Nee, maar nu zijn we weer gewoon helemaal besties, hè, Pammy? Ja, absoluut. Ja. Nou, dag. Nou, jongens, was gezellig. Ik ga naar huis. Doei. Dag, Pamela. Hey. Hi. Wij zijn terug. Nee, we gaan wel door. Want wij hadden deze week weer druk. Ja, we hadden CMK deze week. We hadden CMK deze week, dus dat was heel erg druk. Maar het is voorbij, dus we hoeven niet meer tot 10 uur op school te zitten. Betalen! Dus om te vieren dat we weer vrienden kunnen zijn nu, gaan we onze tijd hebben uittesten met het vriendschap uittesten. Hey jongens, hey, zeg dat nou maar niet. Jammer. Hi, lieve vloggertjes, volgertjes. Ik heb 9. Lieve vloggertjes. Godverdomme. Isabel zou €200 krijgen van de bank. Bjorn heeft haar 300. Is niet. Is ja, ik zou ook €200 krijgen, maar heb ik ook niet gekregen. Oh, ja, moet je gewoon opletten, Pam. Nee. Oh, we zijn zo goed in Monopoly. We zijn een team, maar we zijn zo slecht. Wat is dat? Betalen! €100. Hij is zo. Jongen, wij moeten alleen maar betalen. Wie zijn wij? Ja, wij hebben alleen maar. Wat is dit? 6. Dat is een 4. Kijk, 6. 5, 6. Nee, dat is heel duidelijk. Wilde avond, maar Pam. Een ware student aan de Muziektheateracademie Tilburg. Het is hogeschool voor de kind. Yes. Be proud, be proud. Hij zoomt langzaam uit, jongens. Ik ben me zo gestopt, maar wat is ze knap hier nu? En dan heb je mij.
Alleen iedereen. Ja. Ja. Jij bent ook We zijn nog steeds single. Kijk, we staan met Aard op de foto. Oh, ja, jongens, dit. Oh, moet ik dat vertellen? Nee. Ja, dit is Aard. Dit is de kalender die ik heb gegeven. Ja! Pam, ja. Hoe laat is het? Oh, ik heb geen horloge. Het is 2:30, volgens mij. Moet je niet te lang slapen, hè? Ja. Nou, ik kan uitslapen, dus ik vind het goed. We hebben vandaag de CMK afgerond, dus we hadden weer tijd om met vrienden te zijn. CMK is een vak waarbij je zelf een stuk moet maken in een groepje en het is zeg maar voor de uitvoering moet je echt die week wel tot elke avond tot 10 uur op school blijven en er hard aan werken. Het is heel zwaar leven, maar wel leuk. Ik heb heel goed geholpen, niet bij Kees, maar ik heb wel goed geholpen. Bij het groepje van Dirk. Was geluidsvrouw. Geluid, heb je heel goed gedaan. Ja hè, wel hè, ja. Behalve het eind maar. Wat gebeurde er? Storytime. Ik moet zeg maar aan het einde moest ik voor hun stuk, moest ik zeg maar de lamp uitdoen. Maar goed, dus ik had helemaal het geniale idee om dan gewoon op één knop te drukken. Maar er zaten allemaal stopcontacten in, niet alleen van die lamp. Dus ik dacht slim te zijn en ik dacht, oh, ik haalde het stekker uit het laptop waar het geluid zeg maar uitkwam. Zodat ik dacht van, nou, dan kan in ieder geval die laptop niet crashen als dat misgaat, weet je wel. Maar ik deed dat dus en toen speelde de muziek door op de laptop, terwijl het doodstil moest zijn. Dus ik was echt zo van, kut. Dus ik huur naar die laptop, ik heb hem uitgedaan en toen was het opgelost. Maar het was een beetje dat ik dacht, oh, nee. Ik had het zeg maar helemaal perfect gedaan en toen kwam dat en toen dacht ik, oh. Maar ja, is niet erg. Verder was is het niet goed. Erg. Verder was het goed. Ja. Vandaar dat we vandaag iets langer door zijn gegaan. Ja, tot 2:30. 2:30 is echt. Ja, oh. Ik heb ook wel 2 nu. Ja. Maar ik ben aan het wachten dat je mijn camera teruggeeft, want ja. Ik zal hem teruggeven. Oui. Oui. Het knopje doet niet meer. Of ik druk op het verkeerde. Het drukt gewoon niet goed. Nee. Kom eens. Ik druk op het knopje, echt waar. Nee. Het gaat voor eeuwig filmen. Mijn camera gaat zo meteen uitvallen, maar goed, het is vandaag zaterdag en ik ga zo meteen mama ophalen van het vliegveld, want die is een weekje in Spanje geweest. En daar heb ik heel veel zin in. Alleen nu is mijn camera dus leeg, dus dat is een beetje jammer. Dus ik kijk wel of ik met mijn telefoon kan filmen. Niet dat het heel boeiend is, ze is op vakantie geweest, maar ja. Ze is een weekje bij mijn opa en oma op bezoek geweest zelfs, want die zijn daar deze winter voor een paar maanden. Dus ja, maar ik ga er in ieder geval zo meteen ophalen van Schiphol. Goed verhaal, maar ik krijg stress, want mijn camera gaat zo meteen uitvallen. Ha! Het is vandaag zondag. Ik ben weer terug in Tilburg. En ik heb weer een leuke storytime voor jullie. Dus, ik was lekker naar mama. Supergezellig. Ik had mijn fiets op het station gezet. Mijn fiets was een beetje stuk, dus ik had alleen zeg maar zo'n hangslot waarmee ik hem vast kon zetten. Dus ik dacht al bij mezelf van, is dit een goed idee? Straks wordt mijn fiets gestolen, want dat is een paar weken geleden ook al gebeurd. Toen had ik hem weer teruggevonden. Raar verhaal, maar goed. Dat ging al in mijn hoofd om, maar ik dacht, nee Pam. Hoe grote kans is het nou dat jouw fiets wordt gestolen, terwijl er 1000 fietsen staan? Je raadt het al. Mijn fiets is gestolen. Het verhaal wordt nog bizarder. Ik gelijk op Marktplaats kijken, want ik denk, ja, ik moet een nieuwe fiets, want hè? Ik moet nu toch naar school kunnen verplaatsen, weet je. Zie ik mijn fiets op Marktplaats staan. Maar ja, toen was ik mijn moeder aan het bellen en ik zo een beetje zo... Ja, het was gewoon allemaal een beetje snel, hup, hup. En toen heeft mijn moeder een berichtje naar hem gestuurd van... Hé, dat is mijn fiets. We willen geen aangifte doen. Mag ik hem ophalen, bedankt. Had ze natuurlijk beter niet kunnen doen, want nu heeft hij hem van Marktplaats afgehaald. Had ik kunnen raden. Maar goed, nu heb ik dus geen fiets. Ik hoop dat ik morgen in ieder geval een nieuwe heb. Anders moet ik me verplaatsen met de bus. Ook niet een ramp, maar dat kost allemaal geld. Dus ja. Zometeen komen Bjorn, Dirk en Kees lekker langs. Gaan we eten. En een gezellig avondje hebben. Laten we gewoon vergeten dat mijn fiets is gestolen. En no stress. Ik vind wel een nieuwe. Goedenavond dames en heren, welkom. Dus,
Dus vandaag, heb jij al gevlogd vandaag of niet? Ja, ik heb net gevlogd dat mijn fiets is gestolen. Oh. Nee, ja, film mij maar niet hoor. Hey. Zo lekker eng. Dag kijkers. Dag. Tim, wat hebben we net gezien? Poos. Want we hebben Sex Education al heel lang uit. Ja. Oh, de shirt is heel raar. We hebben waren op zoek naar een nieuwe serie. En die hebben we gevonden. Ja. Poos. Posé. Het is heel leuk. Het zijn wel hele lange afleveringen, maar... Ja, anderhalf uur. 1 uur en 10 minuten. Ja, eigenlijk. Maar eerste aflevering hebben we nu gehad. Genoten. Is leuk. Maar Ja. Hey, welkom. Het is zondagavond. Ja. We hebben net Pose gekeken op Netflix. Dat heb ik net verteld. We hebben net CMK gehad, allemaal. Want eigenlijk hebben Want eigenlijk hebben Bjorn en Pamela natuurlijk geen CMK, want dat is een vak van musical theater van ons. Maar toevallig deden Bjorn en Pam allebei helpen. Ja. Dus, wat deed jij? Ik heb piano gespeeld voor het groepje van Isabel. Oh, en wat deed Pam? Ik denk dat ik geluidsvrouw was. Ja. Volgens mij niet. Ze was dus onze geluidsvrouw. In ieder geval, ik vond dat ze het heel goed had gedaan. Want het was echt wel lastig. Want zij zat dus achter een schot. Ja, ze kon niks zien. Kijk. En... Even een bril op. Moet je natuurlijk niet onderschatten, hè? Zo'n geluidsvrouw zijn. Want, hè? Je moet geluidsvrouw staan. In, veden, uit, veden, abrupte stop. Wat hebben we nog meer? Je moet goed opletten op wat wij natuurlijk zeggen. Maar dat is lastig. Ik moet het hele script meelezen. Want je kan het niet goed horen. Nee, ik kan niks zien, want ik zat achter een schot. Dus ik moet alles luisteren zo. Ik moet ook inschatten hoe hard hij moet. Hartstikke moeilijk. Daarom zeg maar, zijn we dus nu weer eigenlijk verder gegaan met Netflix. Want vorige week... En die week geen leven. Nee, en die week daarvoor, opbouwend naar CMK, was gewoon heel erg zwaar. Omdat we iedere keer tot 10 uur op school zaten. En wel vaak ook gewoon de hele week lang. Wat nieuwtjes? Nu komen we eigenlijk weer in het moment waarop we dan in de avond misschien een keer een Netflix-serie kunnen gaan kijken. Dus dat is waarom we nu eigenlijk weer zijn begonnen. Eigenlijk moeten we gaan leren voor tentamens, maar hè? Eigenlijk moeten we gaan leren, maar dat doen we ondertussen. Want als je dat samen doet, dan is dat gezelliger en dan werkt het altijd natuurlijk beter. We gaan de vlog nu afsluiten. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren op Pamela Kroes. Als je dat nog niet hebt gedaan. En een duimpje omhoog. En slaap lekker. Bedankt voor het kijken. Slaap lekker. Te rusten. En... Nee, wat zeg ik altijd? Oké. Tot de volgende video. Dat zeg ik toch altijd? Ja, vast. Whatever. Dus tot de volgende video. Doei. Zeker kijken, want de volgende video wordt heel leuk ook. Wat gaat er tegen?